En bij Lommel de thuisploeg twee wijzigingen. Dus daar krijgt Robin Henkens op het middenveld de voorkeur op Theo Pierrot. Metinho heeft last met de controle en zo blijft de bal voor de Genkies. Ah, goede combinatie en Gos bijna met de opener. Grootste kans tot nog toe. Lange bal dus richting Kauwe. Weggekopt door Geusens. Maar opnieuw Lommel's balbezit met Belghali. Die kan op doel af. Belghali. Belghali met een knal. Ja, wilde het absoluut zelf doen. Houdt zich goed recht en geeft dan aan Metinho. Met Anello op links. Chadli die naar het centrum trekt. Metinho die volgt. Anello via de binnenkant van de paal binnen. Hij scoort altijd tegen Jong Genk. Hij doet het vanavond weer. Voor de derde keer dit seizoen. Spreekt boekdelen. Hier Metinho die alvallend de bal nog voor de voeten van Anello krijgt. Monjonel verdedigt goed hoor. Anello. Tordarsson verlengt tot bij Belghali. Gaat hij eens trappen? Natuurlijk Belghali met de 2-0. Rafik Belghali verdubbelt de voorsprong voor Lommel. Het duurt even, maar dan kan er toch die glimlach af. Hij beseft. Tordarsson die goed verlengt. Belghali die tijd en ruimte krijgt. Rommens. Ah, dat is goed. Ze zijn met z'n vieren voorin. Rommens. Ah, goed voor Benyangba. En dan toch de goal. Jawel. Dan toch de goal. Mika Gods krijgt hem tegen de netten. En zo is de aansluiting een feit. Met nog een kwart wedstrijd te gaan. Rommens, kijken, veel volk in de 16. En de bal is weer voor de bezoekers. Rotondo. Geusens klaarleggen, Rommens met de voorzet. En je zag hem erin. En Sommer zag hem er ook in. Geusens, nu wel raak. Nee. Toubac maakt er een einde aan, maar wat een slot. Lommel maakte het zich nog bijzonder moeilijk.